Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Bij deze nieuwe vlog. Wij lopen in Diergaarde Blijdorp en ik loop niet alleen. Ik loop met twee vrienden uit Amerika, a.k.a. Hawaii wonen ze nu. Super tof. Ze zijn overgekomen afgelopen zaterdag en ze zijn nu hier. En we lopen lekker in Diergaarde Blijdorp. Super lekker. And they're making fun of me. Hij spreekt Nederlands, omdat het een oude jongen van mijn moeder is, komt ook in Nederland. En hij is getrouwd met iemand uit Amerika, dus zij spreekt Engels. Dus voor mij ook gewoon even omswitchen, maar superleuk. En ja, we lopen lekker in Diergaarde Blijdorp, dus geniet van deze komende mooie beelden.
Het zijn inmiddels een behoorlijk wat dagen verder. Ik ben een video aan het editen en ik zie dat die dus nooit geëindigd is. Er waren dus vrienden ook van Amerika en over Hawaii. Het was super gezellig. We hebben ontzettende toffe tijd gehad. Ik ben echt een paar dagen lekker met ze op pad geweest en echt bijgekletst. Het was super leuk. Het was voor mij eventjes wennen om in één keer weer in het Engels over te moeten switchen. Maar het was heel erg tof. Ik heb me eigenlijk behoorlijk goed kunnen redden in het Engels. Er waren een aantal kleine woordjes waar ik dacht van, zeg je dat ook alweer? Maar ik heb voluit in het Engels gepraat de hele week en het was echt geweldig. Inmiddels zijn ze naar Griekenland en daar vertoeven ze nog een week en daarna gaan ze terug naar huis toe. Ik daarentegen heb een behoorlijke zware, irritante week achter de rug. Er is behoorlijk wat gebeurd, maar... Dat ga ik jullie allemaal wel later vertellen in de nieuwe weekvlog. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ja, ik zie jullie heel snel weer. En ik heb jullie trouwens nog wel even iets kleins te vertellen. Ik heb mezelf namelijk getrakteerd op een nieuwe telefoon. Mijn andere telefoon, die Samsung J4 in het goud, die werkte op zich prima. Maar de camera deed het niet meer. Op de een of andere manier wilde die gewoon niet meer werken. Het bleef zwart. En ik moest mijn telefoon twee keer per dag, drie keer per dag opladen, omdat hij gewoon compleet leeg was. Ook al deed ik er vrij weinig mee. Ik weet niet wat er aan de hand was. Dus ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Hij was behoorlijk afgeprijsd, daar ben ik blij om. Ik heb de Huawei P20 Lite gekocht. Deze telefoon. Hij is een klein stukje kleiner als mijn telefoon eerst was. Maar dit is de telefoon. Het scherm loopt ook door aan de bovenkant. En ja, het is heel even wennen. Er zit ook een touch hier, waardoor ik mijn telefoon kan ontgrendelen. En ja, ik ben er ontzettend blij mee. Ik ben echt heel erg blij en tevreden. Ik ga jullie ook allemaal een video laten zien binnenkort. Met wat er allemaal op mijn telefoon staat en alles. Dus dat komt allemaal. Maar in ieder geval bedankt jullie voor het kijken van deze video. Blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!